Hallo mensen bij Undown, ik ben Rick van Servant Gameplay. Vandaag een nieuwe XXL gameplay, namelijk van Quantum Conundrum. Meer daarvan na de intro. Let's go! We gaan dus Quantum Conundrum spelen. Ik heb dit spel echt een jaar geleden een keer uitgespeeld. Ik heb hem echt meteen gekocht op de release. Want geen idee waarom, ik kocht dit spel puur eigenlijk omdat er Quantum in de naam stond. En ik ben heel erg geïnteresseerd in kwantummechanica. Ik doe ook momenteel mijn profielwerk over kwantummechanica, over het Higgs-deeltje, maar dat gaat nu niet om. Dit is best leuk trouwens, doe een thing. Doe het ding. Dat hebben jullie niet gezien. Oké, we gaan gewoon een level select doen, want de eerste level zit je gewoon in een kamer en er gebeurt allemaal tekst en zo. Daar wil ik jullie doorheen slepen, dat is de eerste room. Dus we beginnen gewoon in de tweede room. Je moet het spel een beetje zien als Portal, maar dan anders. Het idee is een beetje hetzelfde. Je moet door rooms heen, naar de volgende room, naar de volgende room, naar de volgende room. Alleen in plaats van dat je twee portalen hebt, heb je in Quantum Conundrum heb je vier dimensies waar je tussen kan wisselen. In het begin krijg je maar één, eigenlijk heb je vijf dimensies trouwens. Vijf dimensies. With the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. Hartstikke leuk. Kijk, daar komt-ie. In het begin heb je nog maar één dimensie, dat is gewoon de normale wereld. Maar... Fluffy! In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful. Because everything is 10 times liar. Oftewel, in Fluffy Dimension kan ik deze kluis oppakken en dan gaan we terug naar de normale dimensie en dan is het weer een normale kluis. En dat is een beetje waar dit hele spel berust. Ik ga vast de vierde mensen met jullie doornemen. Je moet even kijken naar de schilderijen. Ik weet niet of die vogel nog steeds invloed heeft, want schilderijen veranderen ook bij dimensies. Je hebt fluff dimensie. Je hebt een zware dimensie, waardoor kartonnen dozen al gelden als kluizen qua gewicht. Dan heb je de derde dimensie, dat was... je hebt er eentje die keert de zwaartekracht om, waardoor alle voorwerpen dus omhoog gaan. Dat is heel grappig, dan kun je bijvoorbeeld... Oh, je hebt eentje die vertraagt de tijd. En op een gegeven moment krijg je dus alle vier die krachten en dan kun je dus tussen wisselen, gewoon met je toetsenbord. En dat is echt heel episch. Nou, zullen we de vogel even hier neerzetten. Ik heb dit dus een jaar geleden gespeeld, dus ik heb geen idee wat ik precies aan het doen ben, maar dit zijn de eerste paar rooms. Dus we gaan redelijk goed, denk ik. Tadaa! En dan gaan we lekker verder. En kijk, gaat hij weer open. Nou, vogel, doe je ding. Voilà! So no matter the dimension, your mass, shape, speed and trying personality remain the same. Throw the battery into the receptacle. Okay, it's cool. That receptacle nice. Will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Oh, sorry, ik mag het zelf doen. Hey, als ik nu op E druk, dus dan kan ik zelf dingen doen. Kijk, dan gaan we naar die deur. Tada! Dat was hem. Dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. This is what enables you to. En ja, zoals je dus ziet, het is een beetje als Portal door kamers heen. Alleen in plaats van dat je GLaDOS hebt die tegen je praat, heb je deze man die eigenlijk het hele spel lang jouw compagnon is. Oké. Ah, that's Dolly. Dynamic object. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk heb ik dit dus al een keer gespeeld, maar dat is zo lang geleden. I like my house. Ik weet nog dat dit glas kapot moet. Dat is ongeveer waar ik ben momenteel. Oh, kut. Ik schrok eventjes. Oké, nou laten we beginnen met gewoon even de fluff dimensie pakken. En hem ergens in stoppen. Kijk, daar staat hij. Zal ik de gooi wagen? Maar natuurlijk! Yeah. Oké, wat nu? Ik kan deze kluis pakken en deze ruit ingooien. Zag je wat ik deed? Ik switchte heel snel van dimensie, waardoor de kluis weer hard werd. Je moet een beetje, je moet echt heel erg gaan denken in dimensies. Zoals je in portals denkt, moet je hier denken in dimensies. En ja, dat is hartstikke gezellig natuurlijk. Yay! Oké. Volgende kamer in de gloria. Carbon dioxide and neodymium dope yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration. Oké, ja, ik ken wel wat van die elementen, ja. Waarom zie je nou bang om het te gooien, vriend? Oké. Het enige probleem is, op het moment dat ik dus nu weer dingen aanzet, dat ja. Die lasers gaan aan zodra ik op E druk. Omdat de kluis lichter wordt en dan gaan de lasers weer aan. Dat is sowieso belangrijk. Iets even kijken naar het schilderij. Dat is de handschoen die we zo meteen gaan krijgen. Daar zitten de knoppen op met de dimensies. En nou is die denk ik al een heel schattig roze. Oké. Ik gok dat we iets naar de overkant moeten gooien. Alleen ik ben bang dat die laser het kapot maakt. Oké, is er een knop hier? Wat doet dat? Ah! Een kluis. Oké.
Ik ga hem gaan proberen aan de overkant te gooien. Dat ging best goed. Niet verkeerd, dat was hem al. En meestal dan maakt die laser nog wel dingen kapot. Dan zijn ze vaak voorwerp zoekend, maar nu niet. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Oké. Wat moet ik doen? Oh ja, breng natuurlijk gewoon het glas door die kluis erop te gooien. Ja, oké, dat gaat goed. Wat is hier allemaal te doen? Eerst even een kiekje nemen. Ah, daar is die kluis weer, oké. Waarom? What the fuck is het dit? Er staat daar in ieder geval een kluis. En wat gebroken glas. Dat is niet zo heel goed voor de verhalen. Namelijk, ik ben een jongetje van 7 of zo. En dat is mijn oom dus, de man die hoort praten. Ik snap het, denk ik. Ik moet het glas denk ik resetten. Dat denk ik. Ah, just letting you know that you reset the glass. Kijk. Thank you. Dan gaan we hierheen en dan boom! Wow! Dat was best slim. Ik weet nog de eerste keer toen ik het spel speelde, zat ik hier heel lang op vast. Je bent nog niet gewend aan het denken in die dimensies. En dan denk je ook niet zo van, nou, als ik nou gewoon eens een fluff aanzet, dan breekt het glas niet. Oké, nou, wat moeten we nu doen? Daar is een kluis. Kan ik die pakken? Nee, dat kan ik niet. Oh, ik kan natuurlijk ook gewoon een bankstel gebruiken, joh. Tada! Wat nu? Oh, that, hallo daar. There's an interdimensional kinetic entity. Or Ike. Oké, Ike. Jij zegt het, meid. Nou, daar is in ieder geval een ding waar een kluis op kan. Laten we dan gewoon een kluis met... Verdurie. Nou, ik ga dit proberen. Oké, die deuren reageren nogal traag, dus dan zal je er wel gewoon overheen moeten. Ja, oké, cool. Oh, sorry. Sorry! Wee! Kut. Ik ga het nog een keer proberen met een aanloop. Waaah! En dan. Oh, ik heb ook in één keer opgegooid. Zing! Fucking nice. En we gaan verder naar de volgende kamer. Volgende kamer. Volgende kamer. Wat een mooie schilderij. Echt fantastisch, man. Hey. Heb jij dat even een potje? Fantastisch, mega goed gedaan. Dat heb je. Oké. Air Racing Scheme. Laten we gewoon even fluff aanzetten en kijken wat er gebeurt. Als het goed is. Nee, dat viel tegen. Oh, kijk, daar is een knop. Oh, daar gaat de ventilator aan. Oké. En als ze in fluff staan, dan vliegen ze omhoog door die ventilator. En dan. Pof. Nice. Oké, dat is één. Gaat goed, maar. Komt u maar. Volgende. Maakt twee. En daar komt de derde kluis. En toen hadden wij het gehaald. Ik heb geen idee wat er voor de rest te doen is in deze room. Maar we hebben wel iets goed gedaan. Oh, we kunnen doorlopen. Oké, handig. Wat? Oh, waarschijnlijk was daar iets van een secret of een item die je kan oppakken. Die ik ook een keer gepakt heb. Waarschijnlijk. Standard issue conveyor belt. So much easier than carrying things yourself. Nou, wat moet ik doen? Oké, de deur is open al en de vraag is nu nog hoe kom ik daar? Ik zou in principe twee van deze blokken op elkaar kunnen stapelen en snel een trapje. Oh, er zitten gewoon dingen op, wacht ik. Ik heb hier geen tijd voor. Zo, oh, sorry. Nee, dat... Ik dacht, nou, dit gaat sneller zo. Viel tegen. Hop. Hop. En hop. En we gaan naar de volgende kamer. My location a whole lot, but it seems as if I'm in some sort of limbo. I think I may explore a bit and see what turns out. Oké, nou later, ik zie je zo weer opa of oom of wat dan ook. Het enige jammer is dat ik momenteel nog niet ben dood gegaan, want dit spel heeft echt 200 verschillende berichten voor als je dood bent. Die zeggen dan, je hebt nog nooit, je gaat dit nooit meer meemaken in je leven. Omdat je natuurlijk dood bent, best logisch. Ik gooi mijn eigen glazen in. Knopjes, gewoon altijd indrukken jongens, kan nooit verkeerd gaan. Oké dan. Ik gooi die alvast maar daarin. Oh, dat ging niet zo goed. Ja. En dan gaan we die andere kluis gewoon gebruiken als lift, denk ik. Yeah. Die kan ik zelf nog meenemen als ik wil, lijkt mij. Ja, mooi. Flikken we er eentje hierop. En dan heb ik nog een bonuskluis. Oh, dat was even mis. Sorry, mijn fout. Tada! Oh,
Haha, ik heb het spel gehackt. Waarschijnlijk gaat die kluis nu kapot of zo. Ik ga hem gooien. Nee, kluis. Heb ik nou zojuist die kluis? Huh, waar is die heen? Ik dacht al, ik heb bij die kluis gewoon meegeglitcht. Volgens mij was dat niet de bedoeling. Wat gooit hij nou zojuist weg? Wat? Hallo daar iedereen. Ik ben het. Trudy. Eens even kijken. We gaan gewoon eventjes proberen dit tot een goed einde te brengen. Volgens mij moet dat zo. Ja, precies. Die blijft dan heel mooi plakken en dan krijg je een soort bruggetje. Waarschijnlijk zit hij al te laag, maar... Oh, nee, toch niet. Mooi. Nou, dat was hem. Geloof me, het wordt moeilijker als je nu denkt... Oh, Rick, wat een makkelijk leuk spelletje. Nou, dat valt flink tegen, mijn vriend. Later in het spel. Ik kan zo meteen in principe terug naar het menu en dan pakken we gewoon even de laatste wereld. Dan heb ik nu een beetje in het principe uitgelegd. Dus misschien is dat wel leuker. Zullen we dat gewoon doen? Ik pak gewoon eventjes de moeilijke levels erbij. Tenminste, ja, je hebt ook nog DLC, die is helemaal moeilijk. Ik pak gewoon de laatste level, tenminste de vierde dimensie pakken we erbij. Dus dan doen we select level. En dan gaan we naar de Blue Wing, Yellow Wing, Red Wing, Uber IDS. Voor mij gaan ze er hier vanuit dat je alles hebt. Dus dan spelen we gewoon vanaf hier. Dan heb je alle krachten en dan moet je een beetje gaan rondkloten. Dat is wel leuk, hè? Dat is wel leuk. Ik heb ook nog wat Sinas. Oh. It would appear that restarting the generators was a poor idea on my part. En nu heb ik dus kracht 1. Alles gaat omhoog. Q. Alles wordt hartstikke zwaar. 3. Hartstikke leuke dingen gebeuren. E. Hartstikke minder leuke dingen gebeuren. Oh god, ik ken dit stukje. Oh, nou, dit stukje was verschrikkelijk. Ik heb hier zo lang over gedaan. In mijn video. Ik herken dit gewoon nog. Dan weet je gewoon dat het niet goed is als je iets herkent nog van je video's. Welke switch? Zou ik er langs kunnen? Ik ga het proberen. Gaan we er dus eerst op. Op het moment dat we tegen een muur aangaan, namelijk. Maak ik een beetje een bocht. Oh nee, stop. Rick, stop. Ik ben dood. Kijk, dit is al een stuk moeilijker. You will never experience eating a whole bucket of fried chicken. Dat is wel echt iets wat je zal missen in je leven. Ja, 7-jarige jongen. Nou, ze praat dus, wat moet ik hiermee doen? Je moet langs die lasers, dat is het probleem. Of je moet hier langs. Ik kan natuurlijk sowieso gewoon een trappetje, Waarom heb je daar niet over nagedacht? Ik kan natuurlijk gewoon... Oké. Dit lijkt me sowieso wel een goed plan eigenlijk. Ja, hè, wat nu? Als ik er nou 3 had, had ik een mooi ding iets kunnen doen. Maar nee, dat heb ik niet. Volgens mij is het iets van dat je zo moet gooien. Je moet hem zo gooien. Met het omhoog. En dan in slow motion. En dan erop springen. Zodat je er makkelijk overheen kan zelf. Oh, kut. Nee. Dit gaat wel de goede kant op volgens mij. Degene waar mag ik 2 kluizen zijn. Dat maakt even niet uit. Ik heb hem nog gered ook. Mooi. Ik ga zoiets proberen. Oké, ik heb een beetje te laat op 3 gedrukt, denk ik. Ik pak hem gewoon met E. Er is nog een kans. Nee! Waar is die andere kluis? Oké, ik ben ze allebei kwijt. Weer op Q. Je merkt dat ik er wat meer moeite mee heb. Als het goed is. Meteen instant op 3 drukken. En hij is alweer veel te hoog. Nee! Kluis. Verdorie. Jij kan het ook een beetje zo gooien. En dan spring ik erop. En dan druk ik nog eventjes gauw op 1. Weet je wel, de 1. Oh, fuck. Hij is weer te hoog. Nee! Ik zat er wel op. Ook op een of andere hele rare manier ook nog. Ik kan hem ook gewoon zo doen. Als je er op tijd op gaat, druk gauw op 1. Dan ga je natuurlijk een stukje hoger. Dan kunnen we gewoon over die laser heen, misschien. Ja, we moeten alleen proberen nu niet het plafond te raken. Dat zou heel zonde zijn. Je mag de muren in principe raken, die stuurt ons gewoon aan. Zie je? Ik denk dat we er op deze manier wel kunnen komen. Het duurt eventjes. Dat merken jullie ook. Maar zolang we het plafond niet raken, dan komen we er, denk ik. Is goed genoeg, toch, dit? Ik weet niet eens wat de bedoeling is om de puzzel op deze manier te halen. Ik vind het wel een goede oplossing in ieder geval. Zolang ik gewoon een klein beetje rond blijf derpen op deze manier, dan komen we er wel. Lekker vliegen. Ik zou serieus echt een moord doen voor die handschoen. Nou, dat is de vraag. Zou ik liever een portal gun hebben of een handschoen waarmee ik de zwaartekracht op de kop zet? Is wel heel tof om mensen mee te fokken, hoor. Gewoon op straat en denk je, bof! In één keer gaat alles de andere kant op. Geef toe, dat is heel tof. Dingen heel licht maken is ook best wel awesome. Dan kun je gewoon alles optillen. Maar dat is ook heel erg. In de rest van de samenleving zou het nogal nadelig zijn als ik in één keer alles gigantisch licht maak.
Hetzelfde geldt voor alles gigantisch zwaar maken. Loopt een vrouw met een kopje, met thee erin en dan breekt ze in één keer de armen, omdat het in één keer zo zwaar is als een kluis. Er zijn wat nadelen hier en daar. Nee, is de deur niet open? Nee. Heb ik nou zelfs een knopje gemist met de deur? Nee, dat ga je... Hij zei wel, ik zou eerst die knop indrukken, maar dan, die knop van de dozen? Oh, kut. Nee. Oh, wauw, er is inderdaad Ik haat mijn leven! Ben ik er gewoon? Heb ik... Oh, ik snap nu wel de tip, ja! Oh, doe eerst even... Ik zou eerst die switch doen. Welke switch? Verdorie. Nou, gaan we weer. En ik ben dood. Ah, fantastisch. Als het goed is, die deur nu wel open. Ja, mooi, fantastisch, hartstikke leuk, enig. Ah, daar ga ik nooit opkomen nu, joh. Toch, of wel? Kom maar hier, kluis. Jij en ik kunnen een grote toekomst tegemoet komen samen. Oh, cool, het is nog gelukt. Ah, verdik me. You will never experience rising auto insurance premiums purely based on geographic zoning. Inderdaad, ik vraag me af of ik dat sowieso ooit mee zal maken, spel. Geen zorgen, Rick. Kijk, je kan beter natuurlijk schuin gooien. Alleen een keer beter van de andere kant gooien misschien. I don't know. Oh, daar is dood. Dat weet je niet. Dood is in principe niet wat je wil. Denk ik. Daar ga ik nooit opkomen momenteel. Jerry. Nee. Ik probeer hem nog tegen te houden. Oh, Richard, waarom doe je dit? Waarom doe je dit jezelf aan? Richard, oh Richard, waarom doe je jezelf dit aan? Ik kan hem natuurlijk beter in één keer zo gooien. Dat is een hele hoop gezeik in ieder geval. Als het je lukt. Ah, dit gaat me lukken. Ja, kijk, dit gaat een stuk beter dan de vorige keer. Tenminste, ik ga nu in één keer hopelijk een beetje sneller zijn dan de vorige keer. En de deur is nu open. Als het goed is, was dat mijn oom. Oké, nou hopen dat we nog een beetje recht die kant op gaan. Kom op, Rick. You can do it! Ik vind dat we heel goed ons best doen. Als we tegen het plafond aankomen, lig je in één keer stil. Dan ben je die hele beweging kwijt. Moet je dus zeker voor oppassen. La-di-dam, la-di-dam. La-di-dam, dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Hey, dam, 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 dam. Geen idee waarom ik neurie, maar het zat eraan te komen. Ik ben aan de overkant en dat moet toch een keer goed lonen. Confounded principles and their uncertainties. It seems as if the house is becoming more unstable by the minute. I'm very uneasy about you being here, but I need to get out of this place. Dit stuk is gigantisch kut. It appears as if my dimensional stability isn't quite so stable. Het probleem is hier namelijk, je moet een trappetje maken. En het probleem van het trappetje is... Deze moet natuurlijk het langste worden. In principe is het niet zo heel moeilijk, denk ik. Oh nee, je bent dan meteen die onderste kwijt. Nee, laat maar. Zoiets? Ja, we zijn er wel bijna, moet ik zeggen hoor. Zou dit goed zijn? Zou dit trappetje serieus voldoen? Dat zou zo fijn zijn. I will be so happy. Nope. Nou, dan kunnen we ze weer gaan resetten. Ik moet wel zeggen, we waren verschrikkelijk dichtbij de oplossing volgens mij. Ja? Volgens mij heb ik hem nu al, jongens. Volgens mij heb ik nu de oplossing als ik hier via de bank op kan komen. Ja? 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 Ik heb hier ooit zo lang over gedaan. Toen heb ik echt in custom mode heb ik al die dingen lopen verschuiven en zo. En shit, in ieder geval, dat ging redelijk goed. Just keep your structural integrity a bit longer, house. Oh, not to put any undue pressure on you, but you really need to pick up the pace a bit. Een kluis, dank je. Nee. Keep going. You'll be at the elevator to the new technologies lab soon. Wat ik wel weet is, je kan als je nu een vlucht gaat, dan zie je hem. Zie je dat? Tuurlijk zie je dat. Je kijkt naar de video nu. Verdomme kijker. Ik moet daarheen. Hier is ons einddoel. Ja, wat ik zou zeggen is... Schiet jezelf omhoog. En dan heel gauw... Wat? Misschien red ik het! Nee, dat ga je niet redden. Je hebt echt een torentje nodig. Maar die lasers verpesten dat torentje een beetje.
Oké, dus eigenlijk moet ik op fluff drukken. Een heel grappig slow motion! Oh, die heb ik hier niet! Waarom verdwijnen die torentjes opeens niet meer? Die torentjes horen te verdwijnen, toch? Ah! Nice! Dat gaat weer redelijk goed! Ik moet zeggen, voor de laatste paar puzzels, het is natuurlijk dat het spel een keer... Wat ben ik nou weer vergeten? God non de Jew! Ik haat mijn leven soms. Soms heb ik echt zoiets van ja, weet je, God non de Jew. In principe was het niet zo gek moeilijk. Ik heb bewezen hoe je het moet doen. Je gaat met deze omhoog. Spring je op die mooie toren. En dan zet je de E-dimensie uit. Geen idee waarom... Oh, die, voor mij wordt die laser gecontroleerd door dat blok daar. Die daar zo staat. En op het moment dat je in één mode zit, dan staat de laser dus uit. Ja, mooi. En we gaan door naar de volgende kamer! Oké, ik mis weer wat. Ah, een hendel. Hey, dit gaat goed. Voor de rest heb ik alleen de E-dimensie. Oh, dat, ik zou zeggen, maak gewoon een klein trappetje hier of zo met wat spulletjes. Dat ziet er niet al te moeilijk uit. Wow, dat ging best goed. Wat een bewegend schilderij. Harry Potter is er niks bij. Oké, dus ik heb dus twee knoppen. Hey, daar is een vogel weer. Oké, dan moet even tegelijk drukken, vogel. Goed genoeg. 3, 2, 1. Oh, de lift komt eraan, oké. Hallo, lift. Net weer portal dit, hè. Lift en shit. Lift to be lifting. Of niet? Oh, ik wist dat het ging gebeuren. Het is best wel te doen. Het ziet er moeilijker uit dan het is, anders ben je echt genoeg. Soms wisselen de dimensies hier en dat maakt het best wel kut. Vooral als je in de groene zit, want dan vliegen er allemaal dingen tegen je bakkes aan. Oh, de slow motion dimensie. Dat is juist een beetje makkelijker eigenlijk hier. In fact, most of the manor has been retrofitted to la 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 la. Kut! Ging mij aan door die laser heen. Verdomme bank. Why you do this to me? Au, kut, kut, kut. Woe! Ja, we zijn bijna beneden. Bijna, bijna, bijna! Kut! De laatste laser, really? You will never experience accomplishing your dreams. Dat is gewoon best wel zielig eigenlijk. Kijk, een volledige emmer met kip eten, dat kan je nog wel begrijpen. Oké, dat ga je, maar nou, ja, als je 7 jaar geleden hebt doodgaat door een laser, dat is best wel jammer eigenlijk, ja. Oh, ging bijna dood daar. Jammer genoeg zijn lasers instant kill. Ik kan het een beetje begrijpen alsnog wat lasers instant kill zijn, maar alsnog, het is niet leuk. In fact, most of the manor has been retrofitted to power. Au, 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 au. Oké, nou komt het moeilijkste stukje weer. De groene. Ik kan het einde al zien. Ik kan het einde al zien. Laat me met rust, meubels. Please, leave me alone. Kom op, Rick. Niet weer. Niet weer die laatste laser. En jij. Oeh. Yay, ik heb het gehaald. Woo! Well, you're alive. That's certainly fortunate. Thank you. You're in the main control bay to the Uber IDS. Uber IDS. Strange. There don't appear to be any IDS batteries plugged into the machine. You'll need to find some. Dit is trouwens de laatste kamer. Dus ja, als je spel mee wil spelen, ik raad je aan deze kamer niet te doen. Ik moet die nou zo nog wat tijd vullen. Ik heb de volledige game gedaan op mijn kanaal. Als je daar dus interesse in hebt, het staat op mijn kanaal. Ik heb ook één van de twee DLC's gedaan. De andere moet ik nog steeds doen, want die is fucking moeilijk. Dus ik zit nog even te kijken hoe die... Ik was gewoon een paar minuten mee aan het kutten. Dat ik nou, snap hem niet. Toen ben ik eigenlijk opgegeven. Al een jaar geleden of zo. Zo, nou, we hebben alle drie van deze mooie dingen. Ik heb nog één zo'n ding nodig. Hallo? Ah, daar ben je. Dankjewel. Excessive science juice flooding. Let's see. Excessive science juice flooding? Wait. No! I understand now. All the flooding is providing an unstable energy flow to the IDS. I really need to get you out of this. Ik denk niet dat jullie heel veel hiervan begrijpen en het is redelijk moeilijk uit te leggen wat er nu gebeurt, storyline gewijs. I need you to get to the core of the IDS device. Oh, we moeten nu naar de core toe in ieder geval. Now,
pocket dimension there as part of the machine's failsafe. Mag een kluis? Mag een kluis? Dank je. Precies, hij zit dus het hele spel zit daar al in een soort van limbo. Een soort van rare dimensie. En hij weet niet meer waarom. En dan bleek dus het hele systeem crashen. Dus hij heeft zichzelf opgesloten in die pocket dimension. En wij moeten hem daar dus nu uit gaan halen of iets in die richting. Die kluis was niet echt mooi gegooid. Ik ga maar gewoon meteen een nieuwe pakken, want ik zie dat dit niks wordt. Weet je wat het leuke is aan dit einde? Jullie mogen zo meteen genieten van een fantastisch liedje. Samen met mij. Ik zing gezellig mee natuurlijk. Ik bedoel, als goede Rick, een goede YouTuber, zingt gewoon mee met zijn kijkers als ze een liedje zingen samen. En dat ben ik. You will never experience learning to identify things that will in fact kill you. Oké. Okay. Wee. I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. Waar is mijn kluis? Pocket dimension there as part of the geen kluis? Moet ik nog... Ah, daar heb je hem al. Mooi! Richard vindt dit leuk. Ik had geen naam om kijken. Richard bij mijn naam had neergezet. Vorige keer was ik Rick, een streepje I. Toen dacht ik, nou, voor deze keer ben ik gewoon Richard. Oh god, hij is alweer te ver of niet. Nope. I'm flying high. La 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 la. Hey, opa! And that's... ruined everything. Ik heb het al een keer gezien, maar blijft grappig. Just kidding. Here's what really happened. Not a whole lot of improvement, though. Well, you ended up safe in the pocket dimension. Unfortunately, now I'm stuck out here. And I'm going to have to tackle this predicament. Okay. Nou komt het prachtige liedje. De prachtige liederen. Best wel een leuk liedje hoor, moet ik zeggen. Is going to be interesting. Dus we moeten echt een Quantum Conundrum 2 gaan maken. Ik zou het spelen. Then I flip a switch and fluffy is everything. Plush and sweet. Ik heb het nummer van jou niet meer gehoord. I flip a switch. Heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch. Time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. I flip a switch. Lose the gravity. Light as a feather and floating free. Ik stop al, dit kun je ook gewoon opzoeken. Gewoon een Conundrum ending song. Make a mad dash. Level select. Ja, we moeten toch wat, hè? Zo gaan ergens halverwege de game beginnen? Ik doe maar wat willekeurigs, hè. Reversal of fortune? Sure. The safest way to travel. Oké, dan gaan we de reis op. Oh, ik ging hem terug. Dat was niet de bedoeling. Safest way to travel klinkt maar grappig. Dan moeten we dus iets... De woordgrapjes in de titel zijn altijd heel leuk. Als je echt goed ernaar kijkt, dan weet je eigenlijk al wat je moet doen in het level. Going up, oh, dat is waarschijnlijk heb je dan wel die nieuwe dimensie al, de vierde. Ik vind de vierde persoonlijk het leukste, denk ik, samen met de derde. De derde, doe ik twee, de derde. Dat zijn leuke dimensies, ja. Hallo daar, ruimteman. Oh, in case you don't see it, there's an electrical converter on the ceiling that needs to be pressed. Oké, dat is geen probleem toch? Ik heb alleen geen... ik wou net zeggen, ik heb geen vliegdimensie. Nou, nu wel, Rick, nu wel. 360! Oké, okay, nou, dit is niet zo moeilijk dan voor de rest, toch? En druk op 1. Tada! Nou, is de enige vraag nog, hoe kom ik daar bij de deur? Ik zou zeggen, verplaats deze een klein beetje. Toch? Precies, en dan gewoon even de tijd verdragen en dan... ik ben erdoor. Mooi! En de tijd mag weer normaal hoor. Doe maar gewoon met je ding tijd. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed tijd. Wist je trouwens al dat ik een tik heb ontwikkeld? Door mijn YouTube carrière heen. Ik had namelijk heel vaak in mijn video's dat mijn haar kut zit. En dan, soms, ik heb nu echt een tik. In het algemeen, in het leven ook. Eens in de 5 of 10 minuten dan houd ik mijn hand om mijn haar. En dan schud ik gewoon een beetje. Zodat het weer een beetje normaal zit. Want dat er geen raar gekke scheiding in zit. Dat is gewoon een tik die ik gewoon door YouTube heb aangeleerd. Naar mijn facecam keek en dacht, wat de fuck zit mijn haar raar. Om het te voorkomen heb ik dus een tik. En ik ben er niet blij mee. Ik heb er twee kluizen nodig. Als je me dan nog zo'n kluis geeft, dan zijn we klaar. Laten we nog even het ruitje ingooien hier. Pof, kindersterfte. Hahaha, kindersterfte. Ja, ja. Wow! Dam, 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 dam. Wacht even, sir.
Ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee, jongens en meisjes. Ik heb een goed idee, hoor. Ja, echt met Jan Zandgoed. Oké, dan. Laat me vallen, hoor. Laat me vallen. Hoppakee. Wat? Hoe moet dit... Oh, kijk eens aan. Hé, nog een kluis. Dat is handig. Sometimes I get the strangest feelings that they might be sentient. Zo, nemen we deze mee. En wat doen we dan? Ik gooi dat dan de vluchtdimensie weer uitzetten juist. De vliegdimensie. En dan druk ik op de knop. Yay! Ik heb 2 kluizen. Noemen een winnaar. Ik voel me echt slim opeens. Ik weet nog dat ik echt 30 minuten over deze kamer heb gedaan ooit. Oh, wauw. Ik mis de tijd dat ik nog veel minder begreep van het spel. Ik ben best slim geworden. Nu opeens bij jullie lijkt deze game gigantisch makkelijk. Nou, geloof me. Ik raad je echt aan om te kopen. Hij is misschien 5 of 10 euro op Steam. Ik heb hem gekocht voor 13 euro op de dag van de release. Gewoon omdat het woord Quantum erin stond. Ik had zoiets van, ja, YOLO. En de trailer zag er wel grappig uit. Nou, dan heb je mij, hoor. In the jungle, the lion jungle. Kijk, wat je nu kunt doen is dit. Oh, dat kan ook, ja. Kijk. En dan komt die doos gewoon naar ons toe. Vet handig. Just think about it. Tadaa! En wat doen we dan? Het eerste keer dat we de Q gaan gebruiken bij dozen, ik had het al uitgelegd. Pof! En het hoorde bij het spel, opa. Ik heb mijn doos terug. That's what she said. Nou, in ieder geval, we kunnen niet verder. Waarom moeten we eigenlijk heen? Dat is ook een goede vraag. Waar is het einde van dit level? Oh, ik kan nog hier doorheen in ieder geval. Pof. Oké, checkpoint! I love checkpoints. Oh god, oké, nou doos gaat erin. Dit gaat sowieso kut worden, jongens. Ik moet echt heel hard na gaan denken hier. En als ik iets ergens krijg, niet van nou is het nadenken. Gelukkig heb ik maar 2 dimensies om tussen te wisselen. Nou, dan doen we hier natuurlijk 1. En Q. Ik vind het wel grappig gedaan, hoor. Het wisselen tussen dimensies is erg leuk gepresenteerd voor jong en oud. Gezellig, lief en stout. Nou, daar ga je weer. Kom op, dit is een leuk spel. Niet haten kijken, niet haten. Kijk, wat je nou moet doen hier, is je moet... Yes, ik weet het gewoon nog. Maar we zullen waarschijnlijk wel deze kant op moeten gaan. Of niet? Ja. En dan gaan we zo. Ja, great success. Nee. Wat? Ligt hij nou op een glasplaat? Ja, oké, okay, goed zo. Ik dacht, heb ik nog niet gewonnen. Wetenschapssap. Hoe is hij op dat woord gekomen? Of energy frequencies, oké. Okay. Ja, jij zegt het. Maar de vraag is, kun je ergens een handschoen voor me maken of niet? Want dat zou redelijk tof zijn. Oh, yes. This area unfortunately flooded a few weeks ago. You'll need not your typical sushi bar. Het probleem is, nou, het is eigenlijk geen probleem, alleen ik ben nooit in een sushi bar geweest. Ik weet wel dat je daar allemaal van die lopende banden hebt, alleen dat is helemaal ook wel alles wat ik weet van een sushi bar, zeg maar. Lopende banden, punt. Ik heb geen fluff, dat is jammer. Je wil sowieso iets op die band krijgen, toch? Oh, ik snap het al. Ik snap het al. Ik snap het al. Kijk, ik moet dit doen. Dan kan ik hierop in ieder geval zelf. En de vraag is, redden we deze sprong? Dat gaan we nu zien. Hoppa. Checkpoint. Ik heb het gevoel dat ik hier ook wat mee moet doen. Wait, that's not how that goes. Ja, precies. Dat dacht ik al. Hier heb je weer een kluis. Tada. Ik ga goed, jongens. Ik ga hard, ik ga lekker en we doen het allemaal. Zoals dat heet, hè. Oh, sorry. Oh, oké, okay, ik snap hem al. Ik snap hem al. Hey, deze moet daarop, zie je dat? Die kluis daar, waar nu mijn midden schermpointer op zit. En die ga ik laten vallen hier voor me. En dan heb ik, zeg maar, een bruggetje als ik hem op slow motion zet. Dat soort dingen moet je net bedenken, hoor. Dat soort dingen moet je net bedenken. Oh!
Oh, kut, kut, kut. Yes! If you can get that safe closer, you could probably jump to it. Oké, ga doe je zwaaien. Normaal gesproken is je dat in een poef weg. Gewoon omdat ik nu natuurlijk in slow motion zit. Oh, kut. Doei! Doei, Ike! Oh, normaal gesproken is je dat poef weg. Oké, wat nu? Zou ik die sprong kunnen halen? Nee. Zou ik deze sprong kunnen halen? Kom maar hier, kluisje boy. Kluisje boy, hoe kom je erop, Rick? I don't know. Oh god, dan ga ik nooit redden, of wel? Nee! Kijk, beter. Is het goed? Ja, checkpoint. Nice. Dankjewel voor het compliment op mijn denken, man. Hier kan ik wel inspringen, denk ik. Ja, en dan? Goeie vraag, wat dan? Eens even kijken hoor. Ik denk dat ik al wat heb. Ja, kijk, deze moet hierop. Zit die erop? Ja, mooi, die zit erop. Dan gaan we even wachten tot hij hier de bocht omgaat. En dan hebben we weer een klein trappetje tussendoor, denk ik. Dat ziet er wel logisch uit, dat niet dan? Precies. Nou, oké, komt u maar. Het duurt wel eventjes. Oh god, er staat al aan de overkant. Verdurie. Dan moeten we een flink tijdje wachten dan, jongens. Oh. Dit is vermoeiend. Dit is me toch een potje vermoeiend, jongens. Schiet op, Kluis! Schiet op! Aan het werk, jij! Schafhuid. Ik kan hem beter gewoon laten vallen in de bocht al. Ik was een beetje bedrogen. Oh, kut. Dat is de verkeerde knop. En hij staat weer aan de overkant. Hij valt nu wel. Misschien kan ik hem nog een beetje gebruiken, anders moet ik nog heel lang wachten. Ik ga het proberen. Nice. Well played. Dankjewel. Waar is het einde? Ondertussen zou ik wel een beetje moeten zoeken voor een deur met een einde erop, zeg maar. Dat heb je meestal wel in dit soort spelletjes. Ik kan sowieso die kant op, dat is geen probleem. Zeg maar, als ik nu eventjes heel mooi getimed. Ja! Toch? Ja. Oh, ik heb er al meteen drie, dat is handig. Kun je een foutje maken, precies. Misschien is het wel de bedoeling dat je hier meerdere hebt of zo, hè? I don't know. Je kan natuurlijk... Ja, dat kan in principe, ja. Dan ga ik nooit meer open. Nee! You will never experience going to graduate school to avoid the real world. Oké. Diepe shit, man. Hey. Nou, dan zou je het gewoon een cheater van aanzetten. Gewoon cheaten. Gewoon cheaten moet dan. Druk weer in. Boom. Dick titten. Oké, dat gaat in ieder geval nog goed. Hartstikke goed. Zo goed als een mens het maar goed wensen hebben kan. Laat me vallen en spring. Deze keer is hoop ik niet te laat. Nee, dat is hartstikke op tijd. Ik weet niet eens of ik hier wel heen moet, maar ik hoop het in ieder geval wel. Anders ben ik flink de lul. Ah, daar is het einde. Kom je nog kluis uit ook, joh. Oké, nee, dat gaat goed. Ik zie wel een oplossing in, ja. Ja. En dan moeten we die even laten vallen. En dan kunnen we in principe daar redelijk heen, toch? Even kijken, zou ik dit redden? Nog een heel klein beetje wachten. Ene. Twee. Hoppakee. Hoppakee. Deurtje open. Ik kan zeggen, als je heel veel dit spel is, gewoon hartstikke leuk. Oké. 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 Mooi. Oké. Okay. Through the glass flooring. Ik haat het level. Ik weet het nog. Ik weet het level nog en ik haat het. En als, op het moment dat ik een level nog herken, ondanks dat ik dit spel een jaar geleden heb gespeeld, dan weet je dat het een kut level is. Oh, kut. Ik bedoel, er is zin meer in. Ik geloof dat er drie safes zijn, als dat helpt. Ik had ze zelf ook wel kunnen zien, hoor. Nou, dat in ieder geval over deze capsule halen. Echt waar? Nou, bedankt voor de tip, man. Hey. Ik kan in principe ook gewoon terug, dat is wel handig. Op dezelfde drie kluisjes. Nou. Voor zekerheid een beetje hoger. Oh, ik haal dat bijna niet. Waar is de batterijverzamelaar? Daar zo. Pof. Dat was even leuk. Eventjes woede.
Oké dan. Oké, daar, als je daar iets opzet en het zwaar maakt, dan krijg je de fluff dimensie en daar kun je niet die capsules voor gebruiken. Oké. We hadden ook weer mee te maken. Ik weet dat dit had iets te maken met een trappetje maken of zo. Iets in die richting. Je moest in ieder geval schuin doen, zeg maar. Want kijk, ik weet het niet meer. Het had iets te maken met dingen hierop leggen en ze dan zwaar maken natuurlijk. Of juist in fluff en dat ze dan neer... Oh, ik heb geen fluff. Ja, dan heb ik eerst fluff nodig in ieder geval voor dit deel van de puzzel. En 3 kluizen, ja. Nou, je kan ze nog niet optillen, dus we moeten eerst even achter fluff aan. Dus dat komt zo meteen. Nu even een doos vinden. Een gewone, hartstikke normale doos. There's a clean zone perimeter here. No objects over the threshold. Wat? Wat bedoelt hij? Ja, er is daar een laser, dat zie ik. Maar wat maakt die laser kapot dan? Mag er geen laser door de hier langs, geen spulletjes hier langs. Wat gebeurt hier ook weer dan? What the actual fuck? Ik heb echt geen idee wat er allemaal gebeurt, jongens. Oh, yes. God. Well, okay. So, you found it. Look, your mother gave it to me for Christmas, and I've been meaning to put it up, but sometimes grown-ups are busy. Oh, dat ben ik dus. Okay. A breeder, nuclear reactor, tuning a trans-dimensional accelerator. Okay. Live with it. Live with it, okay. Hiermee gaat dus de deur open. En daar zit een hendel. Zal het eerst even naar die hendels toe gaan, dan even kijken wat er allemaal doet. Even kijken. Wat is dit ook alweer? Hebben we nu niet eens naar gekeken. Kijk zo, en dan hoppa Q. Hoppa Q, letterlijk ook met een Q. Isn't geometry fun? Ja, precies. De driehoek wiskunde is hartstikke leuk. Nou, dan kunnen we die hier opzetten in ieder geval. Hebben we de moeite doen voor die doos. En dan was hier al daar zo. Nou, oké, we hebben in ieder geval fluff. Zo. Wat enige wat ik nog weet is, je moet volgens mij zoiets doen. Deze moet hier en dan moet de andere in het midden. Je moet zeg maar een zo doen. Alleen ik weet echt niet meer waarom. Ik weet niet meer waarom dit moet, alleen ik weet zeker dat het moet, zeg maar. Ja, wat heb je daar nou weer aan? Oh god, ja, we moeten daar binnen zien te komen. Daar is het einde. Alleen het probleem is, de opening daarvoor zit aan de andere kant. Dus, wat voegt dit toe? Dat is even de vraag. Wat is dit er ook weer mee te maken? Als ik dit nu aanzet, ja, dan je kan zien wat er gebeurt. Dan krijg je 3 blokjes. En omdat deze... Moet ik juist niet... Ik zou zeggen dat het andersom is. Want deze is er als eerste, dus die moet je verder wegzetten. Zeg maar. Als je ze alle 3 tegelijk bij elkaar wil hebben. Maar waarom zou je dat willen? Oh man, ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Dat is kut. Je moet iets van een trappetje maken, maar tegelijkertijd moet je ook die knop indrukken. Dus het moet allemaal in slow motion gebeuren, maar deze kluizen hebben massa en... Ah, kut! Ik weet zeker dat die kluizen moeten vallen. Ik denk dat je zoiets moet doen. Ik ga het proberen. Het gaat echt niks worden dit. Ik weet dat je die kluizen moet laten vallen in ieder geval, dat gaat wel goed. Denk ik het al weet. Geen idee of het schaarpatroontje dan allemaal in moest zitten. Ja, het probleem is gewoon, ik ben nu veel te laat al hoor. Zoiets lijkt me dan. En dan moet je gewoon heel gauw omlopen het hele rondje. Is dat mogelijk? Toch? Ja, dat is mogelijk. Je kan het hele rondje gewoon omlopen. Zo helemaal hierheen. Knop indrukken en dan die trap gebruiken. Dus eigenlijk moet je de trap daar al maken, toch? Dan? Ja, lijkt mij wel. Toch? Zeg ja, kijken. Oh ja, Rick. Oh ja, je doet helemaal goede dingen nu. Komt u maar. Oh god, ik heb ook geen idee wat ik aan het doen, man. Bleh. Waarom zit dit glas er dan? Ik weet zeker dat er iets had met dat glas en een schaakpatroontje of zo. De schaakpatroonshow. Het is me wat. Ik kan ook gewoon al 2 op elkaar zetten. Zet je deze hier neer, en dan heb je eigenlijk al een trappetje in principe, toch? Zie je dat? Als het goed is, heb je nu gewoon een trappetje. Maar ik kan me echt niet herinneren dat ik het zo heb gedaan, maar als je echt een trappetje wil maken, zou je dat zo moeten doen. En dan zorg je ervoor dat dit stukje is eerder, want dit is een langere afstand. Waarom? Ja, want die begint daar pas.
Zo heb je in principe een trappetje gecreëerd. Als dit niet van elkaar afvalt. Dus nu we naar de andere kant gaan. En gewoon wachten, denk ik. Ja, dit lijkt me de meest logische oplossing in ieder geval. Dat is misschien de beste oplossing. Oh, en ze vallen van elkaar af. Ja, kut leven. Je kan ze misschien nu nog correcten, dat is waar. Nu kan het misschien nog. Auw, ja joh, doe me lekker pijn. Nee, Rick, kom op. Tijd vertragen, tijd vertragen. Wordt het nog wat? Ze staan in ieder geval nog als blokken zijnde. Ga even heel gauw open deur. Moet even heel gauw een andere knop indrukken als je het niet erg vindt. Oké, misschien gaat dit wat worden. Ik hoop het, please. Nog een deur. Nee, slow motion zuigt. Laat me erdoor. Oké, ja, daar komt het drama. Wat een trappetje voor moest. Oh god, dat ga je nooit rennen met. Je hebt er 3 nodig? Wat? Nee, dat kan. Nee. Ik kan er nog steeds niet in. Oh wauw, ik heb echt geen idee dan. Iets met schaakpatroontjes is eerst wat ze binnen schiet. Echt waar. Echt boy. Ik kan ook gewoon de blokken daarin gooien. Wacht eens eventjes. Ik heb een checkpoint. Ja, je kan natuurlijk gewoon. Ik kan dit blok gewoon hierin gooien. Oh, ik heb gewoon de lift dimensie, ja. Het is gewoon hard te vergeten hier. Is het dan niet mogelijk om gewoon iets te doen zoals dit? Ik was heel dichtbij in ieder geval. Voor mij gaat dit de goede kant op. Waarom waren er dan 3 blokken? Voor mijn gevoel fuck ik echt de game. Voor mij is het niet de bedoeling, maar ik zie mezelf deze tactiek best wel toepassen en halen, zeg maar. Dus het speelt natuurlijk allemaal een beetje tegen. Ik wil even de puzzel halen, dat is duidelijk. Ik wil de puzzel halen. Ja, verdurie. En je kan natuurlijk ook gewoon een kluis tot lift gebruiken, ja. Ja, dat is niet zo handig. Oh, misschien moet je daarom hem wel hier neerzetten. Ja, een beetje timing, een beetje fruit. Ga maar naar. Even wat anders proberen hoor. Experiment 301-75-68-69. Ik zei zojuist 69. For reals. Gezin om te wachten op die deur hoor. Die deuren wachten maar een keer op mij. Wat? Is dat mijn kluis al? Nee, mijn echte kluis is daar pas. Gelukkig. Nou. Dikke tijdlaps. Maar de vraag is nog steeds, waarom 3 kluizen? Je hebt maar 1 nodig, toch? Nee, ik snap hem al. Ik snap hem al. Die 3 kluizen moeten hier een pad vormen. En daarom had je dus wel dat patroontje nodig. Ik ga het nog zo proberen. Ik zie wel potentie hierin. In deze strategie. Ik vind het best een logische strategie namelijk in mijn hoofd. Oké, ik was te vroeg. Hij is alweer dicht, ja. Verdurie. Voor mij heb ik alweer een nieuwe idee. Ik heb in ieder geval het nieuwe idee alweer. We hebben echt die 3 kluizen nodig. Dat kan haast niet anders. Ik heb het gevoel dat je het echt zo kan halen op deze manier. Maar laat hem gewoon even halen zoals het spel wil hem halen. Voor de overwinning. Ik wist gewoon nog, omdat ik zo lang heb lopen kutten met deze puzzel. Dat iets was met dat patroontje. En ik dacht al, hè? Toen ik nog niet gebruikte van, what the fuck is dit? Maar, ik moet het toch echt gebruiken. Kom maar. Zodat je dus zeg maar gewoon een bruggetje krijgt, ja. The number 3 is also the first Mersenne prime. The only prime triangular number. The number of saves you want, of dan conveyor belt. Precies. Je hebt 3 kluizen nodig. Anders geeft het ook geen 3. Meestal geven ze het aantal kluizen dat je nodig hebt. En soms dan vind ik een oplossing met 1 kluis minder. En dan voel ik mijn baas. Meestal verzin ik een oplossing met 1 kluis meer. En dat kan dan niet. Dat is minder. Of juist meer. Huh? Huh? Snap je het nog? Ik wel. Woo! Kijk, gaan we weer hoor. Ready to shine. Ja, zo hebben jullie er niet over nagedacht, hè? Nou, komt voort, mijn laddermannen. Kijk, nu gaat hij goed. 1, 2 en de derde kluis is er niet. Nou, hoop dat het stroompje heel snel, het snelle stroompje.
Sneller, ga richting die deur. Ik denk dat ik hem met 2 ga halen nu hoor. Ik vertrouw er volledig in. Alhoewel, ik begin wel erg te zakken in mijn hoogte momenteel. Spring! Ja, ja, we hebben het gehaald. Dankjewel. Die timing was helemaal niet zo perfect, maar ik vond hem goed genoeg. Look out. Just kidding. Nou, dat vind ik niet leuk hoor. Dat vind ik echt niet leuk. Can you hear me? Nee. Haha, ik heb je in het ootje genomen. In ieder geval, we gaan kijken wat deze aflevering van de XSL gameplay. Ik ga naar bed toe. Eigenlijk niet. Ik mag aan mijn profielwerkstuk gaan. Over het Higgs-deeltje. Daarom doe ik nu mijn bril op. Oh, X-deeltje is een deeltje. Het is een boson. En dingen. Oh, kijk, ik ben al zo ver. Ik ga een 10 halen. Gaan we kijken. Ik hoop je deze aflevering van de X-Zou Gameplay leuk vond. Ik heb het naar mijn zin gehad. Jij hopelijk ook. Ik moest even een boertje laten. Komt door de frisdrank. Hihi met Cici. Met YesR. Gaan we kijken. Tot de volgende aflevering. En dan zie ik jullie maandag weer bij nieuwe X-avonturen. En volgende week zaterdag weer met een nieuwe XXL Gameplay. Doei!